Welkom dames en heren, ik ben naar Disney. Oh nee, ik ben wel in Disney. Ja, dat klopt. Ik ben dus in de draaimolen gaan zitten in de Schumacher Formule 1 wagen en die de vraag af, waar is je hand? I feel paralyzed. Jongens, ik heb mijn skin veranderd. Vorige week waren we nog een dino. Nee, ja. Ja of nee? Ja, vorige week waren we nog een dino. Maar vandaag, ik denk dat we nog altijd dino waren. Zou best wel kunnen. Maar vanaf vandaag zijn wij een beertje. Ja. En ja, dat heb je waarschijnlijk gisteren ook gezien in de survival. De laatste. En ik sta hier bij de cars. Cars aan Donnerbaan met een reden. Die zien overal zijn dingen aan het komen. Wegwezers. Er is wat anders veranderd. Hier, die fonteintjes. Daar kwam ik gisteren pas achter. Dat is één update. De update nummer 2, wat ik zeker en vast weet, update nummer 2, dat is hier. Normaal gezien was hier het pad op dat stukje rechtdoor. Dus die eend hebben ze ook geplaatst. Mijn chunks laden daar niet, of zo, heel traag. En ze hebben dus dat kraampje, chef patat, hebben ze volgens mij ook geplaatst. Hier hebben ze wat bomen veranderd en bijgezet. En ze zijn dus heel veel bezig met de paden. Dus op het moment zie je eigenlijk een heel groot uitzicht, want hier staan allemaal bomen. Kijk je recht op de Space Mountain. En hier zijn ze dus allemaal wat dingetjes aan het veranderen met boompjes en hier ook. Maar dit is niet het grootste. Dit is niet het grootste wat er veranderd is. Er is nog iets ergers veranderd. En het is zo mooi. We gaan er even naartoe. Het zijn meerdere dingetjes, oké? Okay? Het gaat over paden, maar het gaat ook over een van de attracties. Hier is een kraampje bijgekomen en dat zijn belegde bootjes. Er is, hier is een automaten bijgekomen. Hier is ook, dit is allemaal nieuw. Kijk, dit is allemaal nieuw. Van bij de Disney Gardens. TV-punning van de Space is veranderd. Zijn we altijd daar? Ja. Let op jongens, ik klik gewoon op de deur. Met links. Of met rechts. Daar de deur open. Vanaf nu zijn er dus geen knoppen meer. Allemaal nieuw. Even denken. Daar kan je dus voor weer binnen. The Lion King, dames en heren, is van plek veranderd. Het is nog een aanbouw. Een beetje restauratie. Zien, daar is het afgebakend. En ja, het is helemaal veranderd. Dit is één. Maar we hebben dus ook nog twee. En dat wordt naar hier lopen. Het portaaltje is om te beginnen verplaatst. Hier hebben we iets nieuws. Dit is ook een nieuw kraampje. Wie is het? Ik kan dat niet zien. Is het de wolf? Ja, dat is de wolf. Je ziet natuurlijk 8500 coins heb. Ik heb een paar keer met skin dingen gewonnen. En ik heb dus bijna 10.000. Hier is niks veranderd aan het gebied. Maar hier zien jullie wel die grote poort is al veranderd. Die Viens gebouwd. En dan is hier het pad ook helemaal veranderd. Normaal liep je zo rechtdoor. Je ziet dit dus die hele grote boom. Ik vind het echt super. Ja. Mini-steiger. Warpsieken. Zo doen we dat. Warpsiekeus en dan kan je dat. En ja. Wat is dit? Kijk omhoog. Oh. Wat? Oh, dat is mooi. Dat ziet er echt mooi uit. Dat wist ik niet, dit is nieuw. Ja, bezoekers kunnen dit niet helaas, maar Wips wel. Waar is hij als poester naartoe? Ah, daar is Sneeuwwitje bedoel ik. Sneeuwwitje. Hier staat achievement van Sneeuwwitje dus, die is verplaatst. Ik heb die natuurlijk nog altijd, normaal gezien wel. Voilà. Ik heb ze allemaal, het is wachten op de 200ste. Het is gewoon wachten op de 200ste. Die komt in de studios, dus nog even wachten dan. Die zijn dus heel wat paden aan het veranderen. Hier is een heel nieuw pleintje. Bij de Space Mountain is de Disney Gardens een klein makeover te krijgen. En de dingen zijn ze hier allemaal aan het bijwerken. Ik vind het allemaal super mooi. En ja. Ja, wat moet ik zeggen. Mooi is het natuurlijk. En iedere dag is er dus iets anders. Dus ook dat je nu met lobens en burritjes. En dit is opnieuw. Nee, dit is niet nieuw. Maar weten jullie, hier stonden allemaal bomen en gaan ze... Ah, nice jongens, dit was vroeger niet. Denk ik. Nee, dit was vroeger helemaal niet. Jongens, je kan vanaf nu terug zo lopen. Vroeger in de 1.0 map was dit wel. Dat hebben ze volgens mij toegezet en nu is het weer terug.
Je kan dus terug via de donderbaan naar hier rond op het plein lopen. Er staat een nieuwe boom. Het is echt, jullie zien het. Iedere dag is er wel iets nieuws. En ja, dit is allemaal nieuw en bla 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 bla. En ook op het moment dat jullie deze video kijken, ben ik eigenlijk niet thuis. Ik ben dan in Rijken naar de kanals op te gaan kijken. Het is vandaag woensdag dat ik het opneem, dus ik neem natuurlijk op tijd op. Wij kunnen nog wel nog wat in buts induwen, want anders kunnen wij geen attractie starten. Dus dat is niet veranderd, maar de buttons aan Iron Doors zijn wel weg. Nu ben ik eigenlijk benieuwd als een normale Iron Door dit ook kan. Nee, ze hebben het dus eigenlijk bewust met een aantal deuren, die hebben ze zo ingesteld. Oké, dit is het archief in de ondergrond natuurlijk van gesloten. Dus even denk. Disney Tour is terug open, daar heb ik het, daar ga ik eens even over hebben, want... Even slikken. Vorige week had ik het erover dat de Dive Coaster erop ging, maar het is Disney Tour die terug open is gegaan. Laat ik even een open attractie openen. Ik heb gewoon zin om de Space Mountain te openen, aangezien ik hier nu toch ben. En er is dus ook een Space Mountain museum, met Space Mountain kantine. Niet een museum, maar een kantine, waar de VIP's binnen kunnen. Om eens, ja, lekker iets eten. Space Mountain is geopend. Wij zijn dus vanaf nu ook een beertje. Ik dacht van doe eens iets anders. En neem een beer in plaats van een dino. Ja, dat is... Warp Road West Show. Voilà. Trouwens, ja... Hallo Tommy Style. Het is ook een beertje. Kijk, dat is leuk. Als je meer van beertjes ziet, wie is dat? Pluto's Disney. Weet je mij van Stalke? Ik hoop van niet. Ik hoop gewoon helemaal niet dat hij binnenkomt, want dat mag niet. Mag ik 10 coins? Niet om coins vragen. Wacht 20 minuten en je hebt... Zo. Om de 5 minuten, om de 10 minuten krijg je er... krijg je er 5. En ik zie Robin daar staan, IQ Beacon. Wat doet hij daar? Gaat hij meekomen? Gaat Robin in de... Gaat Robin in de... Oh, Robin, nu staat met teleur. Stoute Robin. Stoute... Robin. Ik moet even dus IQ zetten, want volgens mij is Robin... Is andere Robin ook hier? Ja, zie je? Stoute Robin. Nou, is Tommy staat er nog? Ja. Tommy, voor jou doen we de Space Mountain maar vertrekken. En we gaan er dus uit, we gaan het even dat, wie weet, een warp. Warp. Daar staat alles. Zo, we gaan eens even naar dit, het kantine van de Space Mountain. En dan gaan we eens even bidden. Hè? Je ziet, de VIP's kunnen hier lekker een kopje koffie drinken. En andere zooi. Wat zijn er nog? Het werken van de bezoekers staat boven alles. En dat is dus de attractie in voor de Space. Bouwjaar 2014 kostte 6 miljoen euro. De bouwer is Ducoma. De baanlengte is 1000 meter. De topsnelheid is 75,6 km per uur. Dit jij wat je ervan is? Nee. Ik weet dat gewoon wel, maar ik had het gewoon niet. Waarom zit jij weg? Nou, doe chat. De baanhoogte maximum is 43, speciaal dan is het geschikt voor mensen met hartklachten, minder valide en nog mensen met orthopedische klachten en vrouwen die zwanger zijn. En ja, dat is dus nieuw. Hier zijn ze ook iets van plan op welkom er een nieuw bosgebied, ik denk het wel. Want eerst dacht de marketing dat ze hier een nieuwe attractie gingen zetten, maar dat is eigenlijk met het plein wat ze... waarom dat ze dat het gedaan hebben. Dus vliegtuigen waren ook nog altijd. En ja, voor de rest is eigenlijk niks veranderd aan de Space zelf. Alleen zie ik daar een kraampje aan wat ze gekopieerd hebben. Hier is het helemaal op. Kijk nu echt recht op de Space af. Vanaf hier. Want hier, hier kon je vroeger niet lopen. En dit is allemaal even dat ze hier aan het verbouwen zijn. Dat plein. En ja, dit is allemaal nieuw. Ze zijn in de volop aan het werk. En ja, hallo, jawel. Allee, draai je. Hallo, chat. En ja, ik ben dus helemaal benieuwd wat hier nu geef je coins. P. Naam. Bedrag. Zo. En niet per se team. Niet E, het is P. Het is P, niet E. E! Jelle, heb jij misschien een idee waar avonturier game is? Nee. Nee. Nee.
Ik heb er geen idee van. Nu, ik wil het wel even hebben over dat ik gisteren gezegd heb dat survival stopt. Ik ga niet, jullie hoeven niet te komen vragen van, mag ik je stuff? Nee, ik ga gewoon mijn eigen verder met survival. Dus niet, mag ik je stuff? En dat appartement idee komt er wel. Ik kan het appartement idee wel uitvoeren. Daar gaan jullie misschien wel een video over zien ooit. En ja, zie je zien, zijn het dus een pijntje aanleggen. Hoe kan je dat zelfs doen eigenlijk? Hoe kan dat? Dat zou ik eigenlijk wel willen weten. Weet je hoe dat kan? Laat het komen naar je bij achter. En als er world af nodig is, no probleem, want dan heb ik een mijn servertje, zeg maar. En daar krijgen jullie geen API van, daar komen jullie ook nooit in, aangezien ik geen groepmanager heb. Je bent mijn bloemetje niet kwijt. Ja, voor de rest weet ik niet echt wat er nog veranderd is. En ja, hier wel, hier vooraan, is het bos veranderd. Hier waar we nu zijn, dit zie je, hier de hele hoge boom die is bijgekomen. En dit zijn dus de nieuwe dingen. Hier zijn allemaal nieuwe grotere bomen. En ik geef een tip voor de langzoekende mensen. Je ziet hier het zo'n plate. Daar zit een achievement onder. En ik ga zeggen dat dat Bosjesman is. Een heel kut achievement. Bosjesman is dat. En ja. Ja. Wat was normaal gezien? Was dat de laatste achievement? Of was dat niet de laatste? Nee, dat was niet de laatste. Achievements pagina. Hier staat hij normaal op. Piratennest. Moet groep. Peter Pan's Flight. Nautilus. Black Pearl. Amtrier. De Bosjesman. Zoek en gij zult vinden. Dat was het toen. En ja. Daar gaat de chat. Alweer. Ik heb niet opgelet. Oh, het is iemand zijn taal moet letten. Trouwens, let erop, want ik wil ook niet dat er grof taalgebruik is. En als de chat niet geclear wordt op het moment van grof taalgebruik, ben je er zeker van dat ik een screenshot ervan maak en het opstuur naar een crew. Zo heb ik pas, en daar ben ik eigenlijk niet trots op, maar wel wil ik zeggen van, het is hun eigen schuld. En ze hebben erom gevraagd. Ik heb één iemand een mute van een week bezorgd. Omdat hij een ruzie heeft met mij. En de andere heb ik door een screenshot naar Kevin te sturen, Mr. Aardbeving, heb ik iemand een maand mute en jail bezorgd. En het is zijn eigen fout, want hij begon te schelden. En daarom letten we op je taal. En ja, doe je waarschijnlijk voor reclame en bla bla bla. Ja, dat is... Waar heeft hij mee gescholden? Ik weet het ook niet. Ik heb het dus niet opgelet. Maar ik denk dat dit de belangrijkste updates waren. De Ariel wordt nu altijd gebouwd. Daar zijn ze dus aan bezig. En ik vind dat echt al nu een super mooi ding. Een super mooi bezet daarboven nog. Ook kan. Jasper. En ja. Dit is gewoon een heel mooi ding. En ik mag ik de Lion King rijden? Lion King rijden. Oké, okay, Lion King is een warning of zo kreeg, ik weet niet. En nou, ik denk dat het dit was. Ik ga naar Weemodus afsluiten. Jullie zien dus ook Disney op mijn achterding staan in DC. En ik vind het nou altijd een schattige beerskin. En ik zou zeggen tegen jullie tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Lollen.